Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En ik kondigde het de vorige keer al aan, ik ben in Amerika. Horst Amerika, wel te verstaan. Dus ik had niet het vliegtuig hoeven te pakken. We hebben gewoon op de smoothiefiets kunnen crossen naar Amerika. De plaats waar onlangs nog het slotconcert was van Rowan Heijzen. In deze uitzending geen Rowan Heijzen, wel Beuzeltime. We hebben de scholenchallenge, maar we starten met het kerngezonde nieuws van deze week. De meiden van VV Baarlo spelen soms voetbal van een andere planeet zo goed. Maar tevens zetten zij zich in om eenzaamheid tegen te gaan in het eigen dorp. Zo waren ze present in de Weem om met de bewoners een heuse spellenavond af te werken. Gezelligheid in het kwadraat. Deze keer is het de beurt aan basisschool De Brink uit Meldersloo om het beste beentje voor te zetten in onze scholenchallenge. We starten met de Dizzy Run. Ik word al duizelig als ik er naar kijk. De tijd loopt, zet hem op! Wat een avonturiers! Nog snel en behendig ook! Nummer 1 is binnen. Nummer 2 volgt. En ook nummer 3 trotseert de hindernissen. Goed gedaan. Prima tijd van 1 minuut en 13 seconden. Op naar de bouncing balls. Wow, dat gaat snel. Wat een techniek. En hoppa! Alles is al aan de overkant. Met de ogen knipperen en alles is voorbij in 21 seconden. Totaaltijd nu 1 minuut en 34 seconden. Eens kijken hoeveel tijd we eraf krijgen bij de sweeper. Oei, de sweeper is gruwelijk vreed. Ze vallen om in bosjes. Maar gelukkig wordt de eer gered en 30 seconden aftrek is bereikt. Daarmee komt De Brink op een eindtijd van 1 minuut en 4 seconden. En dat betekent een voorlopige eerste plek in ons scholenchallenge klassement. Gefeliciteerd! Snack. Pas op, na het zien van deze video loopt u het risico dat de kinderen er weer tegenaan kunnen.
Sorry hoor. Ik was even gewoon helemaal verzonken in mijn beeldscherm. Oh, en mijn lijf wordt er ook een beetje zo stijf van. We gaan een paardenrace doen. Hoe vet is dat? De stoel is het zadel. Je zit op het paard. Jij bent de ruiter. Tijdens de paardenrace gaan er een aantal dingen gebeuren. We gaan naar links en we gaan naar rechts. We hebben hindernissen. Daar springen we overheen. En we hebben een waterbak. Hoe maak je nou zo'n paardengalopgeluid? Nou, als volgt. Je hebt twee handen. Dat klapt in de hand. En dan sla je met de ene hand op het ene been. En de andere hand op het andere been. En dan doe je dat nog een keer. En dan gaat het sneller. En op een gegeven moment... Hoor je hem? Zet het filmpje maar even stil, dat je daar even mee kan oefenen. En we zijn weer terug. Deelnemers klaar voor de start voor de eerste ronde. Ding, 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 ding. En we gaan lopen. En dan komt de bocht naar links. Wow. En dan gaan we door. Dan komt de bocht naar rechts. Wow. En we door. Dan komt een hindernis. 1. 2 hindernissen. 2. En we gaan weer door. Waterbak. Laatste rechte stuk. Sneller. En finish. Ah. Dat was om te oefenen. Maar nou komt er natuurlijk ook publiek bij kijken. We hebben een aantal soorten supporters. We hebben gewoon publiek. We hebben heel deftig publiek. De koning en de koningin. En we hebben natuurlijk hooligans. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat er op het laatst een foto wordt gemaakt. En er zit ook nog een slow motion stuk in. Dan gaan we langzamer bewegen. Haha, super vet! Oké, deelnemers op je plaatsen. Klaar voor de start. En go! En we gaan een bocht naar links. En een bocht naar rechts. En we gaan door. We krijgen een hindernis. Oh, publiek. En door. Waterbak. Bocht naar rechts. Hooligans. En door. Slow motion. We zijn er bijna. Oh, de koning en de koningin. En we gaan door. Foto. En weer door. Oh, en de spannend. We zijn bijna. Oh, wat zie ik daar in de verte. We zijn er bijna. Bijna gaat sneller. Een waterbak nog. Nog een waterbak. En we zijn bijna bij de finish. Ja, we gaan winnen. We gaan winnen. Ja, 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 ja. Winners. Iedereen heeft gewonnen. Yeah, let's dance. Vreugdedansje. Yeah, yeah, yeah. Oh, ik heb keiveel energie. Ik kan er weer tegenaan. Jullie ook? Super vet. Tijd voor een puzzelsnack. Wow, puzzelsnack. 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 Tijd voor een puzzelsnack. 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 Wow. Flek, flek, kasso, flikkie, flikkie, mayo, tekkie. Ik ben Rocco, ik ben 10 jaar van de basisschool De Dogaard en ik ga een salto doen. Lukt jij dat ook? Probeer het thuis eens. Ja, daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending. Ik ga Amerika verlaten. Dat ga ik zingend doen. Ik wens jullie alvast een kerngezonde week. Tot volgende week. Limburgs land, mijn Limburgs land. Veel ogen aan de waterkant.
Krekels, rust en romantiek. En toen ineens... fanfare-muziek. Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.